Het keukenpersoneel van de Esther Stichting die heeft er gemeend om het werk vandaag neer te leggen. Zij hebben een collega voorgedragen om nu als coördinator te worden benoemd. Het ministerie is echter hieraan voorbij gegaan en heeft iemand anders benoemd in de functie. En dit wordt dan niet gewaardeerd. Dit wordt niet geaccepteerd door het keukenpersoneel. Vandaar dat zij vanochtend slechts het ontbijt hebben gegeven aan de cliënten van de Esther Stichting. En voor wat betreft de middagmaal, nou, dat hebben zij dan niet voorbereid. De persoon die is voorgedragen, die heeft dat samen met ander personeel van andere afdelingen moeten doen. We spraken met enkele personeelsleden van de keuken van de Esther Stichting en zij geven aan waarom zij in beraad zijn. Ja, ik ben mevrouw Selvin van de keuken. Wat is de reden dat jullie vandaag in beraad zijn? Het gaat eigenlijk over een collega. We hebben een collega voorgesteld als een keukenchef. Dus collega's onderling. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben iemand anders in plaats van de persoon dat we hebben voorgedragen, hebben ze iemand anders gezegd. En dat vinden we niet leuk. Vandaar dat we in beraad zijn. Ja. En als u zegt, ze hebben gezet, wie is die ze? Sociale zaken. Het is via sociale zaken gebeurd. Zonder dat de leiding van hier het weet. Ja, vandaar. Ja. Yep. En de persoon die jullie hebben voorgesteld, dit is iemand uit jullie groep zelf? Ja, dat is mevrouw Lynch. En mevrouw Lynch heeft nog 2 jaartjes te werken. En over 2 jaartjes gaat ze met pensioen. Dus vandaar dat we er hadden voorgedragen als keukenchef. Ja. Ja. En dus men is daaraan voorbij gegaan, aan jullie voorstel. En het ministerie heeft dus iemand anders daar in de plaats gezet. Jawel, het ministerie heeft iemand anders voorgedragen zonder dat... Met beschikking. De persoon is voorgedragen met beschikking zonder dat de leiding van de Esther Stichting dat weet en zonder dat een van ons als collega het weet. Degene die we zelf hebben voorgedragen, want zij is de oudste, dus hebben we ervoor gedragen, zeg van, want de dingen is ook nog steeds niet geregeld. Hebben we gezegd van, als mens laten we er toch voor dragen dat de dingen geregeld gaan worden en dat ze met een goed pensioen gaat. Want we verdienen al niet veel. Maar dat is niet gebeurd. Hoe het is gebeurd, weet ik niet. Maar de ministerie moet het weten, want het is toch niet uit de lucht gevallen. Dus we willen dat er een onderzoek moet komen, want we gaan het niet zo kunnen laten. Als er geen onderzoek aan dit komt, gaan we echt niet werken, want het is niet leuk. Ja. Nee, want er zijn meerdere mensen hier die hun zaken geregeld moeten worden. En die zaken van die mensen worden niet geregeld. Maar een of andere dag ligt er een beschikking daar. En hier, PZ hier heeft het niet. Hoe kan dat? Het kan niet. Ja. Wat houdt het beraad dan in? We willen dat er een onderzoek moet komen. Dat houdt het in. Daarom zitten we nu op de banken. Er moet een onderzoek komen en het moet teruggedraaid worden. Want degene die het moet krijgen, moet het krijgen. Toch? Want ze verdient het, vinden wij. Ze verdient het. Ze is al jaren hier in dienst. Ze is al 15 jaar. 15 jaar is ze hier in dienst. Ja, ja. En tot nu toe is niets van haar geregeld. En dat vinden we zo erg. Ik ben zelf even naar PZ bij mevrouw Roosenhof. Want als PZ het niet weet en het leiden weet het ook niet. En nu zegt het ministerie dat niets van die mevrouw daar ligt. Dus we weten waaraan het ligt. Of het aan de leiding ligt, de coördinator of PZ of waar het ligt. Dus we weten het echt niet en dat willen we nu weten. Hebben jullie voor vandaag dan gekookt? Voor vandaag hebben we niet gekookt. Wel ontbijt in de ochtenduren, maar later hebben we niets meer gedaan. Zijn we op de bank komen zitten. Hoe dan met de cliënten en hun voeding? De keukenchef is nu op het uur. Die ervoor hebben gedragen, de keukenchef. Die is nu wel in de keuken. Samen met een paar andere collega's van andere afdelingen. Okay. Ja. Dus niet van andere afdelingen, jawel. Niet van de keuken? Nee. Ja. Maar u zei in het voorgesprek niet dat jullie problemen hebben met de persoon. Onze collega, ja, we hebben geen probleem met onze collega. We hebben probleem met het systeem van het hoofdkantoor. Maar met onze collega zijn we gewoon goed. We zijn goed op ons. Dit is geen wilde actie. Het is wel een actie dat gedragen wordt door de bond.
De bond is van wel op de hoogte, maar... Het is toch geen wilde gratie. We kunnen het wel verscherpen. Als er geen onderzoeking aankomt, gaat het dan wel erger worden. Want dan gaan we zelf ook geen brood meer maken in de ochtend. Ja. En hoeveel voeding voor hoeveel cliënten moet er dagelijks voorbereid worden? Om en bij, je kan zeggen 87. Ja, 70 cliënten. Je hebt ook een paar die niet uit de keuken eten. Ja, anders zou het meer zijn. Meer dan 70. Ja. Dus u sprak over een onderzoek. Van waaruit? Wie moet het onderzoek doen? Het ministerie, zegt u? Of de leiding van hier? De leiding samen met het ministerie. Want zij moeten het toch weten. Want het komt van daar. Daar is het gebeurd. Want als de leden zeggen dat ze, dat ze schrijvend hebben gestuurd naar daar om die mevrouw voor te dragen, om een verzoek te doen om die mevrouw voor te dragen en er is niks van terecht te komen en plotseling iemand anders, dan willen we wel weten hoe dat kan en hoe het komt.